Hallo. Hallo. Hi. Ik ben Francis. Ik ben Pascal. Hi, Pascal. Oh, oh kijk. Ja. Daar heb je hem. Oh, mooi hè. Melkmeisje. Maar dit is toch wel mooi met dat blauwe. Mooi. Zouden ze ook zo'n blauw gordijn wel, voor me hebben? Dat het toch ik een beetje denk de, wel. Beetje het de sound een beetje of music met een gordijn. Natuurlijk, het melkmeisje. Dat hangt volgens mij in het Rijksmuseum in de eregalerij bij de Nachtwacht. Ja, we staan hier in de eregalerij van het Rijksmuseum. Dus dit is echt het kloppend hart van het museum met de Nachtwacht en het Joodse bruidje van Rembrandt om ons heen. En dit zijn echt de hoogtepunten uit de 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst. Ja, het melkmeisje van Johannes Vermeer, waar we hier naar kijken, is een schilderij dat ergens rond 1658 geschilderd moet zijn. Door een hele jonge schilder nog. Hij was toen ongeveer 25. Maar hij is echt heel jong dus, als hij dit maakt. 25, ongelooflijk. Oh, wauw. Net zoals Mozart, hè? Ja. Die was ook heel jong als hij opera schreef. En dan zie je dus gelijk dat dat van die geniale gasten zijn. Wat ze ook deden in die, volgens mij in die 17e eeuw, spelen met licht, hè? Camera obscura. Claire obscuur, dat bedoel ik eigenlijk. Dus dat het licht, dat je dat met schilderen, dus met verf, ervoor kan zorgen dat het lijkt alsof het licht is. Dat zie je daar ook, hè, met die muur. Ja, wat echt heel mooi is, is dat we vandaag echt door de verflagen heen kunnen kijken. Dus we gebruiken technieken die normaal in een ziekenhuis worden gebruikt of in de lucht- en ruimtevaarttechniek. Waarmee we in staat zijn om bijna millimeter na millimeter door de verf te kijken. En daarmee zien we ook welke denkstappen Vermeer maakt. Ze weten dat hier bijvoorbeeld een vuurman stond oorspronkelijk. Hierachter hing een bord waar kannen aan hingen, waar je bier of wijn in kon doen. En het mooie is bij Vermeer dat hij eigenlijk gedurende dat schilderproces altijd blijft doordenken en zich blijft verbeteren. Dus hij laat het weg omdat hij vindt dat er zoveel meer balans en harmonie in de voorstelling komt. Met name het perspectief is voor hem heel belangrijk. Waar alle lijnen samenkomen op één punt. En dat punt ligt hier, ergens boven de hand van het meisje. Dan heeft hij ook een puntje, een gaatje in het doek geprikt. Waar waarschijnlijk een klein naaldje of spijkertje in heeft gezeten. Van waaruit allemaal draden getrokken zijn. Waar krijt aan zat. En daarmee had je dus al een soort perspectieflijnen op het doek. En daar is hij vervolgens op gaan schilderen. Kijk, dat is nou weer leuk. Heb ik het idee dat ik heel intelligent ben met die Claire Obscuur, camera obscuur. En dan is het het niet. Nee. Dat zal je altijd zien. Maar wat leuk dat hij dus met zijn spijker heeft hij natuurlijk draadjes. Of heeft hij met een passer als het ware natuurlijk die lijnen. Ja, cool. Maar dat is toch gaaf. Wat voor vrouw zou dit nou zijn? Zou dit een familielid van Vermeer kunnen zijn? Of zou het iemand in dienst zijn? Die het eten een dienstmaagd? Wat we weten is dat Vermeer ooit een dienstmeisje gehad heeft. Dat was iemand uit de buurt die ook bij hen werkte. Ja, maar dat was lang voor de tijd dat ze het echt moeilijk gingen krijgen. Meer armer werden ook. Er is ook wel gezegd, is het familie? Wij denken niet. Dus we denken echt dat het een meer model is, een type dat hier door Vermeer wordt neergezet. Ook wel weer leuk. Nou, ik vind die Vermeer steeds leuker worden. Ik ga er een boek voor kopen, denk ik. Wat zou ze hier aan het maken zijn? Zou ze hier misschien brood aan... Ja, er ligt brood bij. Ze is brood aan het maken. We zijn getuigen van een hele persoonlijke handeling. Waar het melkmeisje bezig is, ergens in de ochtend kun je bijna voorstellen met het maken van broodpap. Ja, en dit was eigenlijk een hele goedkope maaltijd, maar wel buitengewoon voedzaam voor mensen in de 17e eeuw. Ook heerlijk. Ja, mooi aan het melkmeisje is dat zij echt een symbool is geworden voor Nederlandse kunst uit de 17e eeuw. Het zit hem erin dat Vermeer hier echt een normaal, alledaags meisje laat zien. En zij is het thema geworden van dat wereldberoemde schilderij. En geen hoogdravend bijbelstuk of iets uit de Griekse mythologie. Nee, gewoon een meisje van vlees en bloed, zoals we zelf ook kunnen zijn. Lijkt het nou een beetje? Ik heb geen idee. Ik heb het idee wel dat die lappen leuk vallen. Die lappen. En ze hebben een paar gordijnen kapot gescheurd. Die toch die kleur een beetje aangeven. Is toch wel leuk hoor. En dan een rode
ik heb dus nooit dat rood gezien. Dus dat is ook wel geestig dat dat zo erbij is, dat rood.